de Stichting Morris, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector, heeft na de onthullingen over de wereld draait door talloze meldingen binnengekregen over wantoestanden in Hilversum. Het leidt ertoe dat de NOS nu onderzoek laat doen naar mogelijke misstanden bij de sportafdeling. Er gaan de wildste verhalen rond over wie mogelijk de Matthijs van Nieuwkerk van de NOS is. Of wie zich misschien nog wel veel erger heeft misdragen. Op Radio 1 heeft Eveline Redmeijer het gehad over D-sterretje CKPICS. Er wordt ook gesproken over vunzige apjes. Dat is dus allemaal in het seksuele domein, zegt tv-kenner Rob Goossens in RTL Boulevard. Hij vervolgt, er worden meerdere namen genoemd en er is één iemand voor wie het allemaal extra saillant is, zonder daarmee uiteraard te willen zeggen dat hij daarbij hoort, maar Tom Egbers is samen met Janke Dekker van Meldpunt Morris. Zij hebben een relatie. Collega Bridget Maasland, het zou dus extra gevoelig zijn als het die kant op zou gaan. Helene Hendricks vindt dat die Janke gewoon even plaats moet maken, zegt ze in de Oranje Winter. Ze doet hartstikke goed werk hoor, maar je moet helemaal onafhankelijk zijn en dat is natuurlijk niet zo. Wilfred Gené, het is wel vreemd, ja. Als het nu bij Studio Sport onderzocht moet worden, kan zo'n organisatie niet met. Helene, dat vind ik niet in elk geval. Johan Derksen, ik vind ook dat zij zich wel een beetje opstelt aan die talkshowtafels als het geweten van Nederland. Als een soort officier van justitie. Ik word wel een beetje beroerd van Janke. Ik moet er van Janke, ja. René van der Gijp vindt dat Janke eruit moet. Daar kan ze niet blijven zitten. Johan, nee, ze zegt wel dat die klachten niet bij haar binnenkomen, maar bij vertrouwensfiguren. Als er een klacht van Tom komt, dan komt dat bij een vertrouwensfiguur. Nou, ik weet uit betrouwbare bron dat er al 10 klachten liggen voor Tom. Nee, dat is een grapje. René, het was een grapje. Het zijn er 12. Ha 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 ha. Johan, nee, maar als zij haar geloofwaardigheid wil houden, dan treedt ze even terug. Wilfred zegt dat zijn redactie contact heeft gezocht met Janke. Hij citeert haar als volgt, als er meldingen binnenkomen, dan krijg ik daar niks van. Ik ben op afstand bestuurslid en krijg daar niks van te horen. Dat komt bij andere mensen en kantoortjes binnen. Ongeloofwaardig, vindt VI-tafelgast Job Knoester. Misschien moet je überhaupt heel die organisatie dat onderzoek niet laten doen, want die collega's van die Janke voelen toch ook een band met haar? Je wil elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen. We'll be right back.
We'll be right back.